Hallo kijkers van dit kanaal, mijn naam is natuurlijk Jochem en tof dat jullie allemaal weer kijken naar deze gloednieuwe reactievideo hier op dit kanaal. Vandaag zit eindelijk weer een gloednieuwe reactievideo op een nieuw nummertje van Kygo. Wat echt alweer een super lange tijd geleden is. Echt alweer bijna een jaar geleden dat hij voor het laatst een nieuw nummertje uitgebracht heeft. En gaat dit wel echt weer iets speciaals worden voor 2024? Aangezien dit jaar, als het goed is, Kygo weer heel veel nummertjes uit gaat brengen. Waarschijnlijk ook een gloednieuw album. Waar ik gewoon enorm hyped voor ben. Dat gaat echt dit jaar beter maken dan vorig jaar. Dat weet ik nu al. Dus ik heb er echt enorm veel zin in. Ik ga vandaag reageren op het nummertje Whatever met Eva Max. Ik ben hier echt benieuwd naar. Ik heb al wat snippets geluisterd van dit nummertje. Die natuurlijk online zijn gekomen op bijvoorbeeld Instagram en zo. En ik weet al dat dit wel een beetje gesampled is op het nummertje van Shakira. En dat is volgens mij het nummertje Whenever. Ik ken het origineel niet helemaal. Ik ken het natuurlijk wel, maar het is niet alsof ik het dagelijks in mijn playlist heb staan. Dus zelf ben ik daar niet zo'n heel fan van nummertjes die gesampled worden van oude nummertjes. Daar ben ik zelf niet echt een fan van, alleen toch denk ik, het is Kygo, je merkt het een heel klein beetje waarschijnlijk, maar Kygo's hele stijl zit er natuurlijk in verwerkt. Dus dit gaat sowieso echt een heel episch nummertje worden. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zit echt al lang te wachten hierop, hoor. Ik zit echt al lang te wachten op dit nummertje. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb gewoon nieuwe Kygo nummertjes nodig, want dat maakt het jaar zoveel beter. Deze zomer wordt waarschijnlijk echt weer een heerlijke zomervibe, als we dus allemaal nieuwe Kygo nummertjes krijgen. En heel misschien dus ook een heel gloednieuw album. En is dit misschien wel de eerste single van het nieuwe album? Ik ben heel erg benieuwd. Dit is ook de allereerste reactievideo met de Kygo Watch, die ik natuurlijk echt al super lang wilde en uiteindelijk toch een keertje heb gekocht. Waar ik nog steeds heel blij mee ben. Dus ik dacht, ik zeg het eventjes, maar hier staat natuurlijk ook de hele mooie X van Kygo op. Die je ook heel vet op het plaatje ziet van het nummertje. Echt, dit ziet er goed uit, dit plaatje. Dat is echt heel mooi. Dit plaatje ook is een soort van combinatie van twee albums van Kygo. Natuurlijk Cloud 9, zijn allereerste album. Je ziet Clouds. En natuurlijk Golden Hour, zijn derde album. Je ziet ook het Gouden Uurtje. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik zie dat het nummertje 2 minuten 58 is. Dus dat is wel net iets korter dan 3 minuten. Maar ik ben echt zo benieuwd naar dit nummertje. Ik heb al zo lang niet meer die goede Kygo hype gehad voor nummertjes. Maar dat komt ook omdat hij vorig jaar maar één nummertje uitgebracht heeft. Wat ook al een nummertje was wat hij al eerder had gemaakt. Maar pas later echt uitgekomen is. Dit is echt wel weer een nieuw nummertje, zeg maar. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb het nummertje hier dus lekker openstaan. Laten we gewoon lekker beginnen. Ik ben echt heel erg benieuwd. Whatever, Kygo met Eva Max. Zo benieuwd. Yes. Say that. Never cared. Oh my god. Dat is zo goed. Pa 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 da, pa pa. En hij bouwt op. Ja. Pa 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 pa. Dit is zo nice. Whatever. Oh, dat klinkt al zo goed ook. En echt die oude stijl Kygo hoor je er ook in terug, zeg maar. Echt die tropical geluidjes, dat is zo goed. En ook net die, hoe heet dat, die fade omhoog en gewoon de drop. Dat was wel een beetje de classic Kygo drop die je wel vaker hoort. Oh, het klinkt zo goed, hè.
Het is zo nice. Het is zo catchy. Oh, we gaan doorluisteren. Let's go. Je hoort ook die ding. Echt, het zijn echt die oude style Kygo geluidjes die je echt weer terug hoort. Dat is zo lekker. En ik vind het ook zo lekker dat dit is weer lekker rustig. En dan het refrein is best wel, ja, best wel druk ook weer. Het klinkt heerlijk. Bam. 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 Gaan we weer? Whatever, whatever, we were never good together. Bam, 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 no tears. Oh, okay. Oh my god. Ja. You cry no tear. Whatever. Oh my god. Bam bam. Damn, dat was hem. Echt, net besefte ik, dat is ook zo typisch Kygo, wat hij altijd doet. Je had net een beetje de outro van het nummertje en dan als extra outro erachter krijg je nog eventjes het hele nummertje met het refrein. Ik had dat ook een beetje bij CCC, het laatste nummertje die Kygo uitbracht, dat je dat ook op het einde weer hoorde. Nog even het refrein en ik krijg dan altijd een beetje de vibe die ik ook bij It Ain't Me had op het einde. Dat je zo dat Kygo logo ziet en zo op de beat zo toen, zo'n vibe krijg ik altijd. Dat vind ik zo lekker of zo. Dit is zo classic Kygo. Dit is zo nice. De vocals zijn ook zo goed weer op dit nummertje van Ava Max. Echt heel goed. Ava Max kende ik trouwens wel al. Want die heeft ook een nummertje met Alan Walker gedaan. En sowieso is ze natuurlijk los ook gewoon een zangeres. Damn, ik was hier zo hyped voor. En hij is zo goed. Ik ga deze zo vaak luisteren. Dit is echt wel weer een beetje. Wat ik een beetje hoorde was sowieso met het afgelopen album van Kygo. Dat was toch een wat minder album vergeleken met Cloud 9 en Golden Hour. Waarvan Golden Hour natuurlijk mijn all-time favorite album is. Dit gaat echt wel weer de goede richting op, zeg maar. En ik zeg nu niet dat de vorige nummertjes van Kygo allemaal shit waren, want die luister ik nog steeds zo vaak. Dat zeg ik dus echt totaal niet. Maar dit is toch wel weer echt de Kygo-stijl die we gewend zijn. Toch, dit is echt heerlijk. En je had hier zo net een beetje op het einde had je ook nog dat het echt weer anders was. Dat had ik ook niet verwacht, dit. Hij bouwt weer anders op. Zo rustig op de achtergrond hoor je ook weer die melodie. Dat is echt heerlijk. En het is ook wel weer, ja, wel een beetje classic weer. Kygo, hoe die opbouwt hier zo. Wat wel misschien een beetje hetzelfde is als andere nummertjes. Maar ik vind het zelf niet zo heel erg. Ja. Whatever. Ja, echt heerlijk. Echt, oh. En de vocals zijn ook zo goed. Ik ga deze zo vaak luisteren. En ik ben echt benieuwd wat 2024 voor Kygo gaat betekenen. We weten dat hij echt enorm veel samples heeft gegooid op Instagram vorig jaar. En daartussen zitten echt heerlijke nummertjes. Ik ben echt heel erg benieuwd of die nummertjes allemaal uit gaan komen dit jaar. Dat misschien een nieuw album gaat zijn. Dat zou zo ziek zijn. Ik ben zo benieuwd. Maar dit is sowieso wel een goed begin van het jaar. Maar echt. We zijn nog niet eens klaar met de eerste maand. En nu al echt een banger. Ja, dit was mijn reactie op het nieuwe nummertje van Kygo, Whatever, samen met
Ava Max. Dit is echt een crazy nummertje. Dit is een wilde. Laat zeker in de comments achter wat jij van dit nieuwe nummertje van Kygo vindt. En wat jij hoopt dat Kygo dit jaar allemaal uit gaat brengen. Ik hoop gewoon weer een nieuw album. Gewoon weer een album in de stijl van, ja, Cloud 9, Golden Hour, zoiets. Dat zou echt mijn jaar maken. En ook vooral de aankomende jaren ook. Want als ik nu kijk naar Golden Hour, dan, ja, dat is echt bizar hoeveel dat album voor mij betekent. Ik ben heel erg benieuwd. Mensen, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Dan kunnen jullie natuurlijk belonen met een lekker blauw ruimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan hoop ik jullie binnenkort hopelijk weer bij een gloednieuwe reactievideo van een nieuw nummertje van Kygo te zien. Hier op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Later, mensen.